gezien de nationale kwestie ook als eerste ogenblik de kwestie van de vissers. Wil ik aangeven dat wij meevoelen met de families. En dat we natuurlijk alles als regering eraan gaan doen om alle stenen om te draaien zodat we de juiste informatie krijgen en de gemeenschap kunnen informeren over wat er precies gaande is. Het is een hele trieste zaak. De politie is druk bezig met het onderzoek. We hebben vanuit, uiteraard vanuit Brazilië, hebben wij de minister van Defensie, de minister van Justitie, mijn persoon, continu op die zaak gezeten. De minister van Justitie en Politie was vrij intensief in contact met de organisatie hier te landen. Idem dito de minister van Defensie. We hebben tegelijkertijd zijn bezig met onze oosterburen die ons assistentie verlenen om dat formeel om te zetten in een diplomatiek stuk. We hebben ook contact gehad, althans de minister van Justitie, met zijn collega in Guyana. En deze kwestie is ook aan de orde geweest met onze grote zuiderbuur Brazilië. Dus nogmaals, we leven mee met de families. We hebben altijd gevochten tegen zeepiraterij. U weet dat we voornamelijk kwam de zaak voor vanaf het Kopernamegebied richting Nigeria. Ik denk met het stationeren van onze militairen te Kopernamen dat de zaak is afgenomen. En we hebben wel twee opmerkelijke berovingen gezien in het oosten. Dus het is een kwestie van hoe lang gaan we het tolereren, hoe gaan we de kop in moeten drukken. Voor het gevaarlijk piracy is natuurlijk, want het onderzoek wijst wel uit dat er ook andere zaken mogelijk spelen die dan door de politie op het worden uitgezocht. Het lijkt op dat het niet alleen maar gaat om, zoals we de algemene term geven, piraterij, maar dat er meer aan de hand is en mogelijk gaat om vergelding van zaken die was in het verkeer zijn verlopen. Tegelijkertijd is het zo de regering natuurlijk. Dus wat betreft het opvang van de mensen, zou ik zeggen dat wij daarin mogelijk een omissie hebben gedaan. Maar ten aanzien van het onderzoek, dat is direct aangevangen. Ik zei al, daar in Brazilië zijnde, heeft de minister van Justitie met de werkvloer contact, de minister van Defensie met de werkvloer, met onze oostelijke buren. We hebben de helikopters ingezet, we hebben de zaak bewapend, we hebben een speciaal team gemaakt om de zaak daar, strak vanuit één commandoveld te bestrijken. Dus we doen er alles aan, maar en we hopen dat de gemeenschap begrip voor heeft. Als we in het werk een omissie hebben gemaakt dat men vond van moesten de mensen gaan kondoleren, wij vonden van niet, wij vonden van laat, we weten hoe de politie werkt en hadden we mensen gekondoleerd vandaag en met die helaas nabestaanden, zien we dat we vandaag de dag nog mensen levend hebben gevonden. Dus het is een kwestie van, het is een tragedie, laten we ervan zeggen, en we moeten met z'n allen moeten wij elkaar ondersteunen om dit probleem te helpen oplossen. En geloof ik, de gewapende machten, eigenlijk onder leiding van de politie, zijn hard aan het werk. We doen er alles aan.